zijn bij de praatpaal. Praat maar, vertel je verhaal maar. Praat maar, we zijn bij de praatpaal. Praat maar, dus luister maar. Laten we groeten in alle talen. Hallo, bonjour, merhaba, fouaka, wij zullen niet falen. Welkom bij Praatpaalverhalen. Ik ben Camille en ik zet heel graag hartjes op de i. Ik hou van mensen en ik hou van praten. En toen ik 6 was, vroeg ik een praatpaal voor Sinterklaas. Sta ik in ieder geval niet voor paal als ik praat. Ik geloof dat ieder mens er mag zijn. En dat er nog veel leed in de wereld is omdat niet iedereen gezien of gehoord wordt. Daarom ben ik de Rotterdamse straten opgegaan met de praatpaal. Nieuwsgierig naar de wijsheid van de Rotterdammers en voornamelijk de stem van onze kinderen en artiesten. Ik geloof namelijk dat ik zelf de verandering kan zijn in een wereld die ik graag wil zien. Vandaag zijn we in Hoogvliet en hebben we het over praten en luisteren. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vandaag vieren we dat de Zevensprong al 20 jaar hier staat. Hij is ook vernieuwd en vandaag is er dus een heropening van de Zevensprong. En wat is er leuk aan de Zevensprong? Bij de Zevensprong hebben we verschillende activiteiten. Een kidsclub, een meidenclub, chillavond voor mantelzorg. Nou, eigenlijk, wat er fijn is aan de Zevensprong is dat het een plek voor iedereen is. En vandaag is het dus ook nog een open dag. Dus iedereen is welkom. En je krijgt gratis suikerspin. Dat is ook goed nieuws. En heb je hier goede gesprekken? Ja, dat kan je wel zeggen. Ik heb hier ook nieuwe vriendinnen gemaakt. Ja? Mm-hmm. En kan jij goed praten? Ja, zeker. En kan je ook goed luisteren? Ja, dat kan ik. Maar soms ga ik overdrijven. Dat geef ik gewoon toe. Ik vind je geweldig. Dankjewel. Graag gedaan. Wat fijn dat u er bent. Waarom is praten zo belangrijk? Nou, dat is sowieso belangrijk. Je moet toch wel eens je eigen stem ook horen. Ja. Zeker als je alleen bent, dan moet je toch wel een beetje mensen ook om je heen hebben. Dat is wel prettig. Ja, ik was ook thuis alleen met deze paal, de hele coronatijd. En ik dacht op een gegeven moment, nou, ik word gek van alleen maar tegen de paal praten. Ja, dat zou dus ik ook worden. Ja, dus ja. Ik ben gewoon naar buiten gegaan met al mijn praatjes. Ja, zie je. En met mensen gaan praten. Ja. En ik geloof steeds meer dat je best mensen kan helpen door naar ze te luisteren of ze te laten praten. Gelooft u dat ook? Ja, zeer zeker. Want ik woon in een flat met ouderen. En daar merk je ook dat mensen behoefte hebben. Ik zeg altijd, ga maar naar de brievenbus en je hebt al een praatje. Ja? Ja, zeer zeker. En vindt u dat veranderd is? Of vindt u dat nog steeds heel veel mensen gewoon praten? Jawel. Ja, dus praten. Ze willen wel praten, jawel. En maar je moet ze soms over een verlegenheid trekken, ja. Ja, durfde u als klein meisje ook gewoon te praten? Nee, dat durf ik nog maar een paar jaar, dat ik zo brutaal ben. Ja? Ja. Dus vroeger durfde u niet te praten. En wat zijn dan de tips voor de mensen thuis die misschien ook niet durven te praten? Ja, het gaat meer om zelfvertrouwen, denk ik. Yeah. Dat is het belangrijkste. Niet je eigen naar beneden halen. Nee. En gelooft u ook dat als u uw hele leven over verhalen niet daarover kunt praten, dat ongezond voor u is? Ja, zeer zeker. Dan pot je het op. Daar word je alleen maar nerveus van. Ja. Ja. En denk je dat het slim zou zijn als mensen les krijgen in hoe praat ik en hoe luister ik? Jawel, want ik heb het zelf ook gedaan. Ik ben hier ook op cursus gegaan. Om te praten? Ja, we leerden van alles. Een toneelspel, dat je met elkaar, je moet je eigen voorstellen. Ja, dus dat is wel dat je al zo durft te praten. En heeft u spijt dat u over sommige dingen niet gepraat heeft vroeger? Nou, ik denk dat ik dat zo diep heb weggestopt.
Ja, ik zeg wel eens tegen mijn kinderen, al heb je niks te praten, bel en gewoon, vraag gewoon, wat eet je vandaag? Je hebt altijd wel iets om te praten. Vindt u dat we het goed doen met z'n allen samenleven? Nou, dat kan beter. Wat zijn dan de tips? Ja, dat kan ik niet doen. Hè. Dus daar hebben mensen meer voor geleerd. Mm. En die komen er nog niet eens aan. Nou, ik denk dat u heel veel wijsheid in pacht heeft. Dus wat zou een goede tip zijn? Nou, wat vriendelijker naar elkaar. Een beetje meer tolerantie. Meer socialer wezen, ja. Mooi. Ja, ik zeg altijd, wees lief voor elkaar. Gewoon een beetje... Als je nou op straat loopt en iemand glimlacht naar je, dat is toch leuk. Ja. Dat is een goed gevoel. Ja. Ja. Oh, lieve mensen, luister naar Adrie. Een glimlach. Een glimlach aan elkaar geven. Meer tolerantie op straat. Dat kost niks. Gedacht zeggen. Ja, kost niks. Heel mooi. Ja, toch? Ja, heel mooi. Dankjewel. Ja, alsjeblieft, deel je lach met mij. Want als jij lacht, maak je iedereen blij. Door jouw straling laat je mensen beter hier zijn. Met een liefde en een pijn. Als iedereen, ik sta hier vandaag met een praatpaal voor iedereen met pech onderweg. Omdat ik denk en zeg, hey, jij mag er zijn, want je bent er al. Ik vind het fijn om jouw verhaal te horen, naar je te luisteren en je dit nu te geven, omdat jij hier bent voor nog beter leven. Als jij je goed gaat voelen, gaan we dat allemaal, snap je? We're all in this together. En dat is wat het is. Geen kattenpis, maar ja, we staan hier vandaag, hier in Hoogvliet. Dit moment is al van tevoren gecreëerd. One love, voor altijd. Hier zijn wij, jij bent ik, ik ben jij en dat is zo fijn. Wauw. Oké, thank you. Vind je het moeilijker om te praten of moeilijk om te luisteren? Kan je beter praten of kan je beter luisteren? Zo, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Het ligt eraan waar ik ben. Met wie praat jij het allerliefste? Mijn vriendin. Ja, mijn familie, denk ik. Ja. En heb je ook wel eens in je leven over dingen die heftig waren niet gepraat? Ja, wat is heftig? Iedereen verwerkt dingen anders, maar ik weet niet. Ik heb niet echt, zeg maar, iets zo heftigs meegemaakt dat ik zeg van, dat aan me vreet of zo. Nee. En geloof je dat het helpt voor mensen om over dingen te praten die ze dwars zitten? Wel, denk ik wel. Ik denk dat sommige mensen hebben dat echt nodig. Dat denk ik wel, ja. Daar geloof ik wel in. En voel jij dat je verhaal gehoord wordt in deze samenleving? Ja, hoe moet ik dat opvatten? Nou, ik geloof dat als iemands verhaal niet gehoord wordt, dat hij of zichzelf groter gaat maken of kleiner, maar dat het uiteindelijk niet echt goed met die persoon gaat, omdat hij denkt... Dat is een soort schijn of zo. Ja, dat zijn verhaal er niet toe doet. En ik zelf geloof dat er in deze samenleving dat we heel veel verhalen vergeten. En ik denk als we echt gaan... het gaat diep hoor, maar als we echt gaan voelen dat elk verhaal er toe doet, ja. Dat het dan beter met ons allemaal gaat. Maar is dat wel mogelijk, elk verhaal horen? Nee, maar we kunnen allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Zo. Ik denk dat misschien heb je altijd wel één persoon waar je mee kan praten, waar je het kwijt kan. En dat misschien al helpt voor die persoon. Ja. Ik denk dat belangrijk is, dat je hopelijk één persoon hebt waar je het aan kwijt kan. Dat jou helpt. En, ja. Dat denk ik ook. Dankjewel, fijn om met jou te praten. En met wie kunt u goed praten? Oh, met de mensen wel hier en mijn buurvrouwtje die hier ook ergens toevallig zit. En dinsdags ga ik weer in een ander cultureel centrum. Ga ik met die mevrouw die daar staat, ga ik ook handwerken, allerlei leuke creatieve dingen doen. En kunt u ook goed over emoties praten als het niet goed met u gaat? Ja, ik doe het wel, maar niet zo vraag, want tegenwoordig ga ik dan nog wel eens huilen en dat wil ik niet. Dus ik doe het niet zo graag. U wilt niet huilen? Nee, ik wil niet huilen waar een ander bij is. Dus ik laat mijn emoties altijd liever bij me binnen. Waarom is dat zo? Heeft u dat zo geleerd? Ja, het is zo geleerd. Ik wilde altijd sterk zijn. Dat wel. En dat is me jarenlang is me dat gelukt. En ja, tegenwoordig ben ik een sentimentele trut, zeg ik dan wel eens. En dat vind ik niet zo leuk.
Ik denk altijd dat tranen er zijn om schoon te maken. En dat je lichaam zo slim is dat hij er gewoon even wil herbalanceren en de tranen dat, wil schoonmaken. Ja, dat doe ik binnen de muren eigenlijk liever. Dus binnen de ja, muren? Ja, ik vind het al erg dat mijn kleinkinderen dat hebben gezien. Die ik dan ook wel eens voor het eerst heb gezien. Want bijvoorbeeld, ik vierde deze maand mijn verjaardag samen met een dochter van mij. Die is een paar dagen eerder jarig. En toen zag ik ook haar jongste dochter voor het eerst. Nou, die trut begon weer te huilen natuurlijk. Maar het was wel hartstikke leuk natuurlijk. Maar dat heb ik niet zo graag. Heeft u dat ook met andere emoties? Hoe gaat u bijvoorbeeld met woede om? Woede? Nou, dan kan je beter niet bij me zijn. Die kan dus beter niet bij mij in de buurt zijn. Dan, Wat gebeurt er dan? Gooien en smijten. Ja? Ja. Dus heeft u extra servies thuis om kapot te maken? Nou nee, met servies gooi ik niet zo graag. Maar mijn telefoon als er iets niet lukt of zo. Of televisie, afstanden dingen. Als ik niet toevallig iemand doe, ik bom zo op de tafel en dan knal. Maar verder, ja. En waar... Vroeger was ik toch wel veel rustiger hoor. Ja? Ja, ik weet het niet. Misschien de ouderdom, ik weet het niet. Dus, misschien door de ouderdom meer emoties? Ik denk het, dat het er nu pas uitkomt. En bent u ook een goede luisteraar? Praat u liever of luistert u liever? Ik kan ook heel erg goed luisteren. Dat kan ik ook wel echt heel goed. En heeft u het gevoel dat uw verhaal ertoe doet? Ik hoop het. Laten we het hopen. En dat er naar u, dat uw verhaal gehoord wordt? Dat hoop ik ook, want dan leert een ander er misschien nog weer van. Ik moet zelf ook wel meer rustiger worden, dat weet ik zelf wel. Maar dat is toch ook wel weer vooral les. Werken aan jezelf natuurlijk. Heeft u veel gewerkt aan uzelf dit leven? Ja, vroeger wel. Maar tegenwoordig, ja, wat minder. Wat zou u het liefst tegen dat kleine meisje van 6 jaar zeggen met de wijsheid die u nu heeft? Met de wijsheid die ik nu heb? Luister naar je ouders. Ze hebben er altijd het beste met je voor. En... wees alsjeblieft niet zo brutaal tegen. Dus wat is niet zo lief eigenlijk, hè? En help ook andere mensen als het kan. En dat moet je ouders ook meegeven. Anderen helpen, luisteren naar je ouders. Dank u wel voor dit interview. Heel erg bedankt, want het is heel mooi. Bedankt. Ja, graag gedaan. Voor me staat een hele mooie man die ontzettend veel kan. Hij is super cool, super stoer. Hij is cool, cool. Hij geeft je een bijzonder gevoel als hij die glimlach met je deelt. Dat is iets wat heel veel wonden heelt. Misschien heb je dat nog niet door, maar we gaan ervoor. Alsjeblieft, ik wil nog meer glimlachen van je zien. Van mij krijgen ze een 10+. Dus alsjeblieft, ga door met die glimlachen geven. Want het leven heeft het nodig, niet overbodig. Jij mag hier zijn omdat je er al bent. Een multi-talent. Wat zijn de talenten die je hart nog mooier maken? Harten raken, goede zaken. Alsjeblieft, laat het van je horen. Schreeuw het uit, jouw stem doet ertoe. We zijn nog lang niet moe, we willen jouw woorden horen die van ver komen. Grote dromen over goud en nog meer goud. Je wordt nog niet oud, want jij ziet hier in jou is nog die kleine man die ook zoveel kan. Die mag jij echt zoveel liefde geven, omdat hij wil ook leven. Hij wil spelen, hij wil hier zijn. Jij bent hier met plezier, dank je wel. Zo. Die is wel echt mag je iets vragen? Ja. Yeah. Genius. Yeah. Hoe gaat het met de jongeren? Nu wel goed, denk ik. Maar ik vind wel dat ze meer activiteiten kunnen krijgen. Is het veranderd hoe het met de jongeren gaat tijdens corona? Ja. Ja. Er is minder te doen. Je hebt weinig keuzes. Dus je gaat meer op straat hangen misschien. Of meer binnen. Dus echt weinig. En denk je dat het, heeft het ergens mee te maken dat het niet goed gaat met jongeren? Of kunnen wij daar iets aan doen? Ik denk meer activiteiten. Dus meer, in Hoogvliet is veel talent. Dus ook met muziek. Dus als het daarmee in komt, dan zou het wel goed zijn. Stel, het gaat niet goed met jou of niet goed met een vriend, yeah. Geestelijk. Weet je dan de weg? Wat zou je doen? Waar kan je hulp krijgen? Familie. Maar buiten, niet veel. Nee, alleen familie? Ja, vrienden, familie. En met wie van alle mensen in de wereld praat jij het allerliefst? Want we staan vandaag bij de praatpaal.
Praat maar. Met wie praat jij nou graag? Met mijn beste vriendin Alicia. Ze staat daar. Waar is Alicia? Alicia is... Oh, daar. Ze is aan het... Ah ja. Met haar heb je de beste gesprekken? Ja, gewoon altijd. Ja, we lachen ook gewoon veel en samen. En ja. En kan jij beter praten of beter luisteren? Beter praten. Beter praten. Altijd. Mooi. Ja, dat is gewoon mijn ding. Praat is jouw ding. Ja, niemand anders kan beter praten dan mij. Wauw. Nou, ik ben blij om je dan vandaag te ontmoeten. Ga je beter praten of ga je beter luisteren? Luister, ik ben niet zo goed aan uitleggen. Mooi, je kan beter luisteren. Ja. Met wie praat jij het allerliefste in deze wereld? Met Alaya. Ook Alaya? Ze praat ook het allerliefste met jou, dus dat is mooi. En maar zij zegt dat ze beter kan praten en jij zegt dat je beter kan luisteren. Ja, en ik weet ook dat zij niet zo heel goed meestal luistert, maar beter praat. Ja, kan ze beter praten dan luisteren? Niet zo heel goed luisteren. Nee. Dus eigenlijk zijn jullie een perfecte combinatie. Ja, eigenlijk wel. Dankjewel. Dankjewel. Applaus voor jou. Dus ik denk, Doeksie hier ook voor je. Goed. Ik krijg ook liefde. Ik ga even weer terug. Dus. Dubbele dankjewel. Liefde. Zo blijft de liefde circuleren. Dankjewel. Fantastisch. Heel lief. Het is fijn om hier even in dit moment nu met jou te zijn. Dankjewel dat jij er bent, multitalent. Echt, je mag er zijn, want je bent er al. Confetti knal, confetti knal. Of sterren confetti knal. Ja. Ja, jij bedankt. Ja. Alsjeblieft, echt heel mooi. En hoop dat je dat voelt, dat wij om jou geven. Jij doet ons leven. Dankjewel, je bent stralend als die zonnebloem. Je bent een mooie bloem, je bent een zonneschijn. Je bent een zonneschijn, ik ben nog niet klaar. En dat is, je mag nog meer liefde ontvangen. Want liefde ontvangen is niet voor de bangen. Ik zie jou, je bent er, je hebt overzicht. Je ziet iedereen, je geeft iedereen. Jij gaat dansen, je bent niet bang om te chansen. Jij weet hier alles in elkaar te flansen. Dankjewel, lief mens. Dankjewel. Jij bent een wens dankjewel. Die uitkomt voor velen. Dank. Dankjewel. Ook lopen. Yay! Even wat extra liefde naar jou. Als ik op mijn gemak ben, kan ik beter praten. Ja. En anders kan ik beter luisteren. En denk je dat het belangrijk is dat wij de verhalen van mensen horen? Ja, heel belangrijk. Waarom? Ja, waarom? Omdat dat gewoon heel. Ja, dat mensen dan het gevoel krijgen dat ze overal bij horen en dat soort dingen, weet je? Mm. Dat ze bestaan. Dat is het. En, ja. En kan je, waarom is dat zo belangrijk? Ja, het gevoel voor jezelf dat je ook geliefd bent en dat je meetelt voor de hele wereld. Wauw. Wie heb ik voor me? Dini de Waal. En praat jij graag of luister jij graag? Oh, ik kan goed luisteren. Ik kan echt heel goed luisteren. Ja. Hoe heb je dat geleerd? Omdat ik interesse in mensen heb. Ik ben benieuwd naar hun verhaal. Dus interesse in mensen, dat helpt? Ja. Ja. Hmm. En nog tips voor mensen die niet zo goed kunnen luisteren? O jeetje, dat is een goeie. Ja, hou gewoon je mond eens een keertje. Dan hoor je zoveel moois. Ja. Wat doe jij als je heel verdrietig bent? Dan huil ik en dan verstop ik mezelf. Niet echt verstoppen in een kast of zo, maar maak me wel klein. En ja, ik sluit me toch wel een beetje af voor iedereen. Hmm. En denk je dat dat gezond is of is er misschien een andere manier? Ik denk, nee, het is niet gezond, want ik voel me daardoor veel langer rot. Hmm. Ja. Ja. Zou er een manier zijn hoe je anders met je verdriet om zou kunnen gaan? Om het toch te uiten, om het toch met woorden te laten horen aan... Ja, ik heb genoeg mensen om me heen die wel naar me willen luisteren. Dus. En denk je dat er veel mensen in Nederland zijn die het gevoel hebben dat hun verhaal niet gehoord wordt? Ja. Ja, die zijn er wel. En wat kunnen we daaraan doen? Misschien wat jullie doen, gewoon op pad met een, om te luisteren. En gewoon te zijn en echt te luisteren. Niet van, oh, ik heb maar 5 minuutjes of over een half uur moet ik daar zijn. Nee, nee. Gewoon luisteren. Eerst vertrouwen bouwen is belangrijk. Ja. Dan komen mensen veel verder. En dan kom je ook veel meer te weten. En dan kan je ook ze beter helpen. Hoe lang duurt het gemiddeld om vertrouwen te bouwen? Oh, dat is echt verschillend.
De ene, want ik doe bijvoorbeeld ook 75 plus deurbezoeken. Nu deurbezoeken, voorheen bezoeken. En dan de een die kletst binnen 5 minuten, vertellen ze van alles en nog wat. En de andere, ja, daar zit ik wel zo 1,5 uur. Dus, maar dat geeft niet. Is dat misschien het belangrijkste, hoe we de wereld kunnen veranderen, te zien? Ja. Mensen te zien en te horen? Ja. En niet willen veranderen. Nee. Nee. Mooi. Nee. Praatpaalverhalen, deel je kwalen. Soms kan je balen, maar vergeet niet te stralen. Laten we groeten in alle talen. Hallo, bonjour, merhaba, fouaka, wij zullen niet falen. Praatpaalverhalen, laten je stralen. Door je eigen verhalen van pieken en dalen. Soms kan je verdwalen, successen en falen. Opnieuw koers kan bepalen. Jij bent de heldin in je eigen story. Dus vertel je story, is het drama? Welkom bij het Praatpaaljournaal, met vandaag het goede nieuws. Wat is het goede nieuws, Isra? Het goede nieuws is dat dit wordt gehouden en ik vind het heel leuk. En wat is er nog meer goed nieuws? Dat bijna de corona weg is. Bijna. En is er nog meer? Niet echt zo. Niet echt zo. Nee? Waar word jij heel blij van? Ik word heel erg blij omdat alles zo leuk is. En vooral van de suikerspin. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Wie vind je het liefst in de wereld? Iedereen. Wauw. Iedereen? Ja. Ik kan van niemand kiezen. Maar mijn ouders vind ik ook heel leuk. Dankjewel, heel mooi. En als we het over goed nieuws hebben, wat is in Hoogvliet het goede nieuws? Dat ik de zitdans heb gedaan. De zitdans? De zitdans is het goede nieuws, dames en heren. De zitdans. Zit je nu thuis en je voelt je niet goed, doe de zitdans. Ja, je wordt heel vrolijk van. We hebben een hele gezellige groep. Dus kom allemaal langs en ga het lekker meedoen. Kom langs en doe de zitdans. Ja, dat is het. Dankjewel. Graag gedaan. Noor, can you tell me the good news? It's sunny outside. It is sunny outside. What's more the good news? I don't know. What makes you really happy? My family. And who is your family? Tell me. My dad, my brother and my mom. Hoe heet je? Mijn naam is Danique met CK. Danique met CK. Ja, Danique. Op het einde. Danique, wat is het goede nieuws? Het goede nieuws is dat ik hier zo voor mijn eerste keer ben en het slechte nieuws is dat ik 2 keer nooit naar de kidsclub ben geweest. Dat is slecht nieuws. Maar ga je daar nu in de toekomst veranderingen in brengen? Ik denk het wel. Oké. Okay. Somebody paint my face to a lion. Wow. And then, bye. Bye. Voor iedereen met pech onderweg. De praatpaal zegt, je bent altijd op de juiste weg. Praat maar, praat maar. Praat maar, praat maar. Weer de kunst van het luisteren.